Hoi allemaal, leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering, een nieuwe serie afleveringen van de Hans Hogeschool. Het gaat over healthy aging, oftewel gezond oud worden. Het is een belangrijk thema waar de Hans Hogeschool zich hard voor maakt. In deze podcast gaan we het over de volgende kernthema's hebben. Kansgelijkheid en participatie, leefstijl en leefomgeving en kwetsbaarheid en passende zorg. Sportspots, de leukste gratis sporthotspots in Groningen. Sporten is voor iedereen en dat kan ook iedereen gratis doen als hij of zij wilt. In Groningen zijn er genoeg oplossingen voor. Een potje voetballen, basketballen, tennissen en zelfs krachttraining. Het is allemaal mogelijk en in Sportspots bespreken we de leukste hotspots. Verslavingen, schooluitval, mentale problemen. En dat allemaal in de tijd waarin het karakter van jongeren juist van een belangrijk deel wordt gevormd. Jongeren dreigen massaal uit te vallen door psychische problemen. Meer dan 80% is tegen een burn-out aan, blijkt uit nieuw onderzoek. Ik alleen de stap daar naartoe zetten en ik denk dat we dan wel weer mooi weer bij Gerrit aankomen. Ik denk dat heel veel jongeren dat wel lastig vinden. Ik denk dat ze dat een beetje zien als een verlies. Dat je dan, oké, ik geef toe, er is iets, nou ja, eigenlijk is er niet iets mis met je, maar je wilt graag geholpen worden. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal wel ons eigen probleem. Maar ik denk dat een stap zetten naar een afspraak maken heel groot is. Natuurlijk, dat is zeker waar. Want ja, normaal gesproken is het inderdaad ook wel zo van dat je ook, ook vanuit mensen zelf gewoon denkt van ja, die kan ik zelf wel oplossen. Of ik voel me nu even deze week slecht, maar daarna moet het gewoon weer goed zijn. En dat blijkt dan dus niet zo te zijn en dan wordt het steeds erger. Volstaande broodjes bevat de minste calorieën. Is dat een croissant, een krentenbol, een keizerbroodje of een bruin puntje? En een bruin puntje is zo'n kadetje, hè? Zo'n bruin broodje. Ja. Bruin puntje. Het minste? Het minste. Oké, wat zei je? Een croissant, een keizerbroodje, een krentenbol en een bruin puntje. Ik zou voor een bruin puntje gaan. Ja, ik sluit me daarbij aan. Of de krentenbol, maar ik denk ja, ook het... Ja, één van die twee, maar toch meer neigend. Bruine puntje. Ja. Sowieso niet de croissant. Dat is allebei niet goed. Nee, je zit er echt goed fout. Een bruin puntje bevat namelijk 129 calorieën. Een keizerbroodje, dat is het goede antwoord. Die bevat 111 calorieën.